Mark van Hamel, elkaar hebben we nog niet gesproken sinds dat je hier bent gekomen. Je hebt ook nog niet gekiept. Valt dat een klein beetje tegen? Ja, nog niet gekiept. Ik heb met Jong NEC één match gespeeld. Niet gespeeld. De resultaten zijn goed, dus er is momenteel niet veel, niet veel reden van de ploeg, een volledige ploeg te veranderen. Dus ja, de keeper hoort daarbij. Jos speelt heel goede wedstrijden, dus het is trainen en afwachten. Wat is jouw relatie met Joshua Smits? Nee, zo met Joshua is of met Stan. We hebben een heel goede relatie met drie. En we werken goed samen met Wilfried. Werkt het heel goed samen. Dus we trekken elkaar omhoog. We maken elkaar beter en daar draait het om. Voor jou is het belangrijkste dat je eerste keeper wordt. Wat is jouw loopbaan? Wat wil je het liefste hier gaan bereiken? Ja, het liefst. Ik denk dat voor elke speler het belangrijkste is. Belangrijkste spelen en op het veld staan. Maar als ik de ploeg momenteel kan helpen met Jos op training beter te maken en zodat hij scherper staat in de wedstrijd, dan moeten we daarmee beginnen. Afgelopen vrijdag bij Helmond Sport hoorde ik jou toen jij naar buiten liep tegen Alireza zeggen, ja, je kunt zeggen wat je wil, maar je gaat toch weg. Maar hij is gebleven. Verrast je dat een klein beetje? Nee, ik was verrast. Ik heb met Ali een goede band en het is een toffe jongen nu. Of hij vertrekt of niet, ik denk dat hij een transfer verdiende. Die is er niet gekomen, dus nu moet hij zich volledig concentreren op NEC en ons mij aan de titel helpen. Kan dat met dit team, de titel pakken? Ja, als we de eerste wedstrijden bekijken, buiten op PSV, waar we volgens mij niet tegen PSV verloren, maar tegen ons eigen. Zijn we heel sterk en scoren we heel veel. Zijn we thuis heel sterk en daar draait het om als je kampioen spelen. Dus ik denk dat we een goede kans maken. En dan het liefst met jou onder de lat, denk ik. Het liefst, maar als het met Jos is, dan is het met evenveel plezier. Dankjewel.